Yo gasten, ik ben Danique en ik heb een nieuw account opgericht, Quality for Quality Gaming. Ik zat eerst bij Daniel Gaming, maar omdat ik daar, ja, ik weet niet zoveel vertrouwen of wat dan ook meer inderdaad, ben ik dit begonnen met een vriend van mij. Hij wou altijd al een gamingkanaal en ik zei van nee, ik heb er geen zin in, te veel werk, maar hij heeft me toch overgehaald om het te doen. En vandaag gaan we Anarchy Arcade spelen. Het is eigenlijk meer iets van een intro video. Om gewoon eventjes te zeggen waarom ik ben veranderd en waarom, waarom ik een nieuw account wou. Ik wou dus een nieuw account, omdat die vriend van mij die wou, die zich later om wel voor zal stellen uiteindelijk. Ik denk naar rond de 3 video's. Ik wou bij Daniel Gaming weg, omdat, hoe moet ik dat zeggen? Ik deed alles op PS3 en ik wou gewoon een verse start om, gewoon op PC te doen. Ik ga al mijn games gewoon op PC doen. Ik ga niet op PS3 of zo, of PS4, wat dan ook. Dan ga ik gewoon niks op doen. Ik ga alles op PC doen. En de reden waarom ik het met vrienden wou doen is omdat het misschien wat leuker voor jullie is om niet alleen maar te kijken naar. Dat is ook wel grappig dit. Ja, sorry, even afleiding. Om niet alleen maar naar één persoon te kijken. Het leek me ook wel leuk om gewoon naar, weet ik veel, 3, 2, weet ik veel hoeveel personen het gaan worden uiteindelijk, te gaan kijken. En daarom ben ik dit account op gestart. Wij gaan voornamelijk, denk ik, PD spelen. Welke games zullen het nog meer worden? Ik denk Left 4 Dead vooral. Ik zit er nog over na te denken om een bepaalde race game te kopen en dat soort games allemaal. Voor de rest zien we wel hoe het gaat lopen en zo. Maar ja, het is dat ik ook even, hoe heet het? Voorstellen dat jullie niet alleen mij gaan zien, maar ook anderen. En gewoon even voor iets heel anders. Dit is gewoon een game, dat is daar kan je eigen soort kamer in maken of zo. Ik heb het ook pas net 5 minuten geleden opgestart en ik ga het daarna ook weer meteen weer verwijderen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje bullshit. Dus jullie zien nog meer video's van mij zien. Wordt of vanavond of morgen. Maar dan zullen jullie ook meteen meer zien. Dus die vriend van mij, die komt denk ik rond een week of 1,5 met een video over gaming en zo. En dan gaat hij zal voornamelijk wat kleine games gaan doen en zo. Wat kortere games van die binnen weet ik veel 4 uur uit of zo. En ik zal nog meer van dat online games en alles gaan doen. Dus ik hoop dat jullie het een beetje leuk gaan vinden en Peace out.